Weet je, Gods woord zit vol waarheden. En als wij die waarheden niet gaan toepassen in ons leven, als wij niet meer naar de woorden van Jezus gaan luisteren, maar we gaan luisteren naar de woorden van de boze, dan wordt onze vreugde ontnomen. En zonder vreugde ben je krachteloos. Ik vergelijk er ook wel eens, vroeger, toen ik 18 was, ooit een periode in een fabriek gewerkt bij een oom van mij, die heeft mij lassen geleerd. En zo ging ik hele dagen lassen. En ik moet zeggen, het was best wel geestdodend werk. Heel saai werk. Maar weet je wat mij de kracht gaf om dat elke dag te blijven doen? Muziek aan, afleiding zoeken, vrolijk zijn. We zaten op die afdeling, we zaten altijd grappen te maken. En het gaf onze geest een oppepper, waardoor we lekker vrolijk door konden gaan. Weet u, wanneer u depressief naar uw werk gaat, en die, oh, moet ik dit weer doen? Oh, verschrikkelijk. Ja. Dan ontbreekt je aan alle motivatie. Maar wanneer je jezelf oppept, wanneer je jezelf blij maakt, wanneer je de vreugde opzoekt, wanneer je het leuk maakt, hè, want soms is het ook een keuze, hè? Wanneer je het leuk maakt, hey, in één keer dan, de dagen vlogen voorbij. Voordat je het wist, dan, hey, goh, ochtend was al voorbij. Hup, schaften. En zo gingen de dagen vlogen voorbij. En zo zie je maar ook in andere situaties. En ik denk dat iedereen zich wel kan verplaatsen in een situatie voor hemzelf. Waarin hij het moeilijk heeft. Of waarin waar hij geen vreugde in ervaart. Van joh, wanneer wij er doorheen gaan, we hebben altijd een reden om blij te zijn. En dat is Jezus. Maar de kracht waarin in Nehemia dus gesproken wordt, dat is geen kracht van onszelf. Dit is een kracht die vanuit God komt. Want wie geeft die vreugde? De Heere. Want de vreugde die de Heere u geeft, is uw kracht. Het grappige is dus dat vanuit de grondtekst, en daarom hebben de vertalers het in de NBG ook vertaald met toevlucht. Je kunt er schuilen. Het betekent dus niet dat er wordt gezegd dat we gaan moeten doen alsof. Of dat we een vrolijk masker moeten op gaan zetten. Ik hoop toch echt dat wanneer we de vreugde van de Heer willen ontvangen, dat we dus niet gaan doen alsof. Kijk, blij doen, vreugdevol doen, dat kan ook. Maar van binnen zijn we nog steeds verdrietig. Maar de Heer Jezus, die wil vanmorgen uw hart aanraken. En toen ik hier vanmorgen bezig was met de worship, Hensley, het was super. Ik werd helemaal vervuld van vreugde. Soms iets simpels als het beginnen met zingen. God groot maken, God loven en prijzen. Die keus, die eerste stap, kan al maken dat je hart zich gaat vervullen van blijdschap. Dus God wil geen fake vreugde. Geloof me, de wereld staat er ook niet op te wachten op mensen die nep doen. Sterker nog, de wereld is mensen die nep zijn zat. De wereld verlangt naar echtheid. En ik hoop dat dat ook in uw hart is, dat u verlangt naar echtheid, naar wat echt is, wat God echt werkelijk wil geven. En wilt u daar de tijd voor vrijnemen om Gods woord in te duiken, om die kostbare diamanten tot u te nemen? En wilt u daarvoor de tijd nemen om tot hem te gaan zingen? In de auto, op de fiets of waar u ook bent. Of wanneer u even een privé momentje hebt op het werk, weet u hoe heerlijk het is om met hem te praten? Hij is degene, hij is de enige die u werkelijk echte vreugde kan geven. We gaan even naar Filippenzen, hoofdstuk 4. Filippenzen, hoofdstuk 4. We lezen vers 4 tot en met 7. Laat de Heer
uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heere is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Wauw. De schrijver die zegt daar nogal wat. Altijd blij zijn. Maar dat is toch onmogelijk. En natuurlijk heb ik ook mijn dipjes. Als ik dit lees, mijn vlees zegt, dat is onnatuurlijk. Maar Gods woord zegt, laat de Heer uw vreugde blijven. En weet je, het betekent niet dat je geen verdriet mag hebben over iets. Het betekent niet dat je geen pijn mag hebben. En het betekent niet dat je af en toe mag huilen voor een naaste. Sterker nog, Jezus weende ook en hij weende zelfs bitter. Terwijl hij degene die overleden was, daarna ook weer liet opstaan. Maar Jezus weende ook. Maar weet je, ook in ons verdriet, ook in onze moeilijkheden, is de Heer onze vreugde. Ook wanneer ik in het ziekenhuis lig, door een zware operatie heen ga, en geloof me, er echt even geen gat meer in zie, dan nog is de Heer mijn vreugde. Ik weet nog, ik kwam in Nijmegen vorig jaar, begin vorig jaar, kwam ik net van de intensive care naar de medium care, en ik was net de eerste dag op de normale verpleegafdeling. En ik kon allerlei dingen kon ik nog niet zelf. En ik kon nog niet naar de wc. Ik mocht nog niet douchen. Oh, verschrikkelijk. Je voelt je ook zo vies. En ik was echt even in een dip. En die avond, mijn vader en mijn moeder, die kwamen bij mij aan het bed zitten. En mijn vader, die leefde zo ontzettend met mij mee. Mijn vader die was ook, voelde zich helemaal machteloos. En uiteindelijk toen vroeg ik mijn vader, pa, dan weet je, soms dan kun je het zelf even niet meer. Hè? Soms kun je zelf even niet meer bidden. Kent u dat? Of ben ik de enige? Weet je, gelukkig, daarom zijn we gemeente. Zodat we altijd mensen om ons heen hebben die voor ons kunnen bidden. Die voor ons op de bres kunnen staan. Of die zoals mijn vader voor ons kunnen zingen. Mijn vader is zanger. En mijn vader die was eerst aan het bidden en na het bidden zei mijn vader, sorry Sam, ik kan niet, dit, meer kan ik niet doen. Dit is, maar hij zei het echt op een manier van, ja, dit is alles, weet je, alsof het niks was. Ten eerste was ik het daar niet mee eens, ik had genoten van het gebed, maar ik zei van mijn pa, ik zei van pa, maar je kunt ook zingen. En mijn vader en mijn moeder, zij begonnen te zingen, een opwekkingslied, ik weet niet meer welke. En weet je, die hele dag, ik was in een dip. En ze begonnen te zingen. En het was even alsof ik een meter boven mijn bed zweefde. Zo voelde het. En ik voelde gewoon weer Gods warmte en zijn liefde voel ik weer door me heen stromen. En mijn hart was weer vol aanbidding naar hem toe. En ik kon werkelijk in dat moment van lijden, kon ik vreugde ervaren. Dus ik kan een beetje erover meepraten. Maar in Filippenzen laat de Heer dus uw vreugde blijven. Dus blijkbaar weet de schrijver hoe belangrijk het is om in Gods vreugde te blijven. Blijkbaar is er een besef dat wij afhankelijk zijn van Gods vreugde. Want het is Gods vreugde, zoals we al lazen, die ons kracht geeft. En dan herhaalt hij, ik zeg u nogmaals, of hij wil er echt een punt achter drukken. Hè, van jongens, laat dit heel duidelijk zijn. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Ja, maar ho, wacht even. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Weet je, mensen die zonder vreugde zijn, die zijn inderdaad een beetje chagrijnig. Toch? Iemand die altijd verdrietig en altijd pijn, altijd lijden en nooit is er een zonnestraaltje. Dat zijn minder gezellige mensen om mee om te gaan. Maar ook daar komen we weer terug bij het gemeente zijn. Gaan wij hun afstoten of zorgen wij ervoor dat wij aanstekelijk zijn?
Dus wanneer de ander even de kracht niet meer heeft om die vreugde van God te ontvangen, zijn wij bereid om onze vreugde met diegene te delen, om diegene te zegenen, om diegene een arm om de schouder te doen. Zijn wij bereid? Zijn wij bereid om mee te lijden? Zijn wij bereid om die ander weer opnieuw aan te steken? Er is een boek ook over, aanstekelijk christen zijn. En mijn gebed is dat voor een ieder hier, dat wij aanstekelijk christen gaan zijn. Dat het vuur wat in ons hart brandt, dat wij dat gaan uitdelen hier in Willemstad, hier op Curaçao. En dat niet alleen deze gemeente in vuur en vlam gaat staan en vol is van Gods vreugde, maar dat het eiland in geestelijke zin, niet zoals Israël laatst. Israël die was flink aan het branden. Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben op het nieuws, ik wel. Maar mijn gebed is echt dat wij Curaçao in vuur en vlam gaan zetten. Dat wij de vreugde van God bekend gaan maken. En daarom staat hier ook: laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. En dan, weet je, ik zal heel eerlijk bekennen, ik heb wel eens zorgen. Echt. Genoeg. Maar het geheim is, wat doen we met die zorgen? Weet je, als wij... Yes. Ook ik heb wel eens zorgen. En wanneer we die zorgen hebben, het geheim is wat we ermee doen. En mijn geheim is, breng ze bij Jezus. Breng ze aan het kruis. Weet je, want elke keer wanneer we bij hem komen, als we onze zorgen bij hem gaan brengen, hebben we in ieder geval, worden we ook herinnerd aan de reden waarom we blij kunnen zijn. En mogen we herinnerd worden aan degene die voor ons zorgt. Weet je, wij kunnen ons zorgen maken. Wij maken de zorgen. En hij zorgt voor ons. En zijn zorgen voor ons halen die zorgen weg. Ja, Nederlands is een aparte taal. In het Engels zou je dit niet zo kunnen uitleggen. Dus wees over niets bezorgd. Vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Wauw. Weet je, zorgen kunnen ons naar beneden halen. Kunnen ons depressief maken. Maar gelukkig, wij hoeven onze zorgen niet vast te houden. We hoeven ze niet op te stapelen. En na een tijdje dan lijkt het een onmogelijke berg. Maar gelukkig, we mogen ze elke keer weer bij Jezus brengen. En daardoor hebben we elke keer weer perspectief. We hebben altijd uitzicht. En dan geven ze hier een geheim. Wanneer we dat blijven doen, wanneer we onze zorgen blijven brengen aan het kruis, wanneer we onze zorgen blijven brengen naar Jezus toe, dan zeggen ze hier, dan zal er een vrede komen die onze verstand te boven gaat. En het kan ook vertaald worden als rust. Er zal een rust, een shalom komen die jouw verstand te boven gaat. Wauw. Het tegenovergestelde van zorgen maken, dat is die rust. Iedereen wil toch rust ervaren? Iedereen wil relaxed, zeker na een dag hard werken. Dan heb je even niks. Maar ja, als je zorgen gaat maken, dan ga je maar door. En het is bewezen, medisch, stress is niet gezond, mensen. Stress is ook niet goed voor mij. Mijn bloeddruk moet laag blijven. Dus dit zijn van die teksten die neem ik ter harte. Want God kan mij een vrede, een rust geven. Waardoor we ons beter voelen. Het heeft effect op onze gezondheid. Het heeft effect op onze geest. En het heeft effect op onze vreugde. Dus wanneer je relaxed en vol vreugde bent, dan ben je ook een stuk aanstekelijker voor andere mensen. Romeinen, hoofdstuk 15.
Romeinen hoofdstuk 15, vers 13. Ja, we hebben vanmorgen veel versen, excuseer. Soms zijn er van die topics, die wil je gewoon graag echt duidelijk benadrukken vanuit Gods woord. Zodat iedereen ook zeker weet dat ik niet hier iets verkondig wat ik zelf graag wil horen. Maar dat ik iets verkondig wat het woord graag wil dat jij inprent. Dit is gewoon belangrijke voeding voor iedereen. Als het op meerdere plekken staat, nou, kom op jongens. Filippenzen 4, en dan lezen we vers 4 tot en met 7. Ik lees weer een stapje terug. Romeinen 15, vers 13. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Dus ook hier wordt weer benadrukt dat wanneer we bij God komen, hebben God die ons hoop geeft, dat hij ons in het geloof geheel en al zal vervullen van vreugde en vrede. Wat ik al zei, het aanstekelijke christen zijn, iemand die relaxed en vol vreugde is, wauw. En niet nep, hè? Als je dat echt bent, als je werkelijk die vreugde ervaart, dan gaan mensen vanzelf naar jou toe. Zo van, sterker, ik ga jullie een verhaal vertellen wat ik zelf in het afgelopen jaar heb meegemaakt. Een kennis van mij, een vrouw, en zij is geen christen. Zelfs een beetje anti. En na al dat gedoe medisch, weet je wel, waar ik doorheen ben gegaan, vroeg ze, ja, maar hoe kun je nou nog in die God geloven? Na alles wat je op het pad is gekomen, en ze weet ook onze familiegeschiedenis, hè, dus de meeste mensen hier weten al, ik heb mijn moeder die is overleden toen ik 3 was, en mijn broer toen ik 21 was, et cetera. Allemaal door die ziekte. En zei, hoe kun je nou nog geloven in die God? Ik zei, ja. Ten eerste, ik heb hem leren kennen. Dus hoe kan ik nou iemand die ik heb leren kennen ontkennen? Het is onmogelijk. En ze zei van, ja, maar hoe kan het nou dat je altijd zo vrolijk bent en die positieve berichten op Facebook zet? En ik hou van lachen. Maar ik zei tegen haar, weet je, als ik God niet had, en als ik zijn vreugde niet had, dan was het allemaal nog erger. Dan was het allemaal nog uitzichtlozer. Dus heel kort gezegd, ik kan hier niet doorheen zonder God. En daarmee wil ik jullie ook bemoedigen. Het maakt niet uit, weet je, wanneer je door moeilijkheden gaat. Wanneer het leven soms heel zwaar wordt. Wanneer je mensen verliest of wanneer je door een ziekte heen gaat. En dat je soms echt eventjes zwaar hebt en moeilijk hebt, dat mag. Maar vergeet daarbij Jezus niet uit het oog. Ik struikel over mijn eigen tong, jongens. Zorg ervoor dat je Jezus niet uit het oog verliest. De Heer Jezus heeft gezegd, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Toch? Nou, vanmorgen lezen we Gods woord en we luisteren naar de stem van God. Gaan we er ook in wandelen? Of zijn we een eigenwijs schaapje dat we niet luisteren naar die stem? En gaan we ons eigen plan trekken? Gelukkig hebben we een liefdevolle God, want zelfs de verdwaalde schaapjes haalt hij terug. Gaat hij feest vieren. Dus misschien ben je hier vanmorgen en voel je je misschien een beetje verloren. Misschien heb je God al wel leren kennen. Maar zeg je van, joh Samuel, ik ben die vreugde kwijtgeraakt. Ik ga eigenlijk niet meer naar Jezus toe. Ik praat niet meer met hem. Of verdriet heeft mij overmand. Weet je, dan ook vanmorgen kun je weer opnieuw die keus maken. Om te luisteren naar zijn stem. Weet je, wanneer je niet zijn schaap bent,
dan luister je naar die andere stem, waar we het al over gehad hebben. Die stem die zegt dat je geen reden hebt om blij te zijn, de stem die zegt dat je waardeloos bent, de stem die zegt dat je niks kunt. Die stem die je naar beneden wilt halen, je weet wel, die ene. En elke dag heb je de keuze om naar de ene of de andere stem te luisteren. Wat kies je vandaag? Vandaag is makkelijk, zondag, heerlijke worship. Dan lijkt het altijd makkelijker, hè? Maar wat doe je morgen als je opstaat? Wat doe je morgen op je werk? Wat doe je op school? Kies je dan nog steeds om te luisteren naar die stem? Of geef je in aan die andere stem? Die jou naar beneden wilt halen. Die jouw kracht wil wegnemen. Die jouw vrede wil wegroven. Die jouw vreugde wil ontnemen. Wees daarvan bewust dat die leugens er altijd op gericht zijn om jou zwak te maken. En misschien zit u dus in de situatie dat u denkt van Samuel, ik weet het echt even niet meer, ik kan niet meer, ik zit in de put. Weet je, ten eerste is de arm van Jezus nooit te kort. Er is geen put te diep. Zijn liefde reikt niet tot aan de muren van de gevangenis. En voor die mensen wil ik graag Psalm 51, vers 14 wil ik graag voorlezen. Psalm 51, vers 14. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Weet je, God wil zijn geest aan jou geven en hij wil jou standvastig maken. Hij wil jou doen laten schuilen in die fort waar we het over hebben gehad. Die stevig op de rots Jezus Christus staat. Je hoeft je armen uit te strekken. Je hoeft maar om hulp te roepen. En hij komt. Petrus heeft dat ook al laten zien. Toen hij verzwolgen werd door de golven. Jezus, red mij! En dan staat het terstond, stak Jezus de hand uit. Niet zo van, nou, laat hem maar eventjes even lijden. Misschien leert hij daar wat van. Zo denken we soms, hè? Maar nee, zo is Jezus niet. Wanneer jij om hulp vraagt, wanneer je die hulp vraagt van Psalm 51, vers 14, wanneer je dat uitspreekt, terstond zal Jezus jou de arm toesteken. Terstond zal hij jou vastpakken. Terstond zal hij zijn geest uitstorten in je hand, in je hart. Jeremia, hoofdstuk 15. Jeremia, hoofdstuk 15, vers 16. Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, want ik behoor u toe, o Heer, God van de hemelse machten. Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij, en uw woorden gaven mij een diepe vreugde. Dit is een van de geheimen om Gods vreugde elke dag weer tot je te nemen. Ga naar hem toe. Maak tijd vrij voor hem. Lees zijn woord. Leest u nog dagelijks zijn woord? Neemt u zijn woord nog steeds tot u? Want dit is één van de dingen waarmee we ons kunnen bewapenen, waarmee we ons sterk maken tegen de leugens van de boze die ons krachteloos wil maken. Want zijn woorden willen ons vreugde en daarmee kracht geven. Wauw. Ik noem het ook altijd met eten. Hè? Wij maken ons heel veel zorgen over wat we eten moeten elke dag. Maar ja, wij zijn geschapen geest, ziel en lichaam.
Maar we zijn alleen maar bezig met ons lichaam. En we verwaarlozen onze geest. Maar weet je, in de Bijbel zijn er heel veel parallellen die gesteld worden ten opzichte van het natuurlijke en van het geestelijke. He, wat je zaait, zul je oosten, et cetera. Maar zo is het ook. Waarmee wij onszelf voeden, daarmee maken we onszelf sterker. En als wij alleen maar bezig zijn met ons lichaam voeden, dan is het lichaam misschien dik geworden. Niet sterk, dik. Maar onze geest heeft niks ontvangen, heeft geen voeding. Heeft geen substantie, niks. Dus net zoals dat het belangrijk is voor uw lichaam om te eten, zo is het ook belangrijk elke dag voor uw geest om te eten. U heeft geestelijk voedsel nodig. Net zo, misschien nog meer dan dat uw lichaam voedsel nodig heeft. Maar Jezus sprak er ook heel duidelijk over. Ik wil afsluiten met Efeze. Efeze hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 21 gaan we lezen. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan we vragen of denken. Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil jullie vanmorgen aanmoedigen om elke dag weer te blijven kiezen om je knieën te buigen. Ben je geestelijk een fastfood christen geworden? Even snel in de auto. Even snel op de fiets. Is niks mis mee, hoor. De tussendoortjes. Maar we moeten niet gaan leven op de tussendoortjes. Weet je, het bijzondere vind ik dat ze hier letterlijk noemen de knieën buigen. Jouw knieën buigen, dat doe je op een moment van privacy. Jouw knieën buigen, daar neem je tijd voor. Jouw knieën buigen is een symbool van overgave, van afhankelijkheid. Hoe vaak buigt u nog uw knieën? Het lijkt een uiterlijk iets, maar de Bijbel spreekt hierover. De knieën buigen. Ik geloof dat Gods woord waar is, van A tot Z, van kaft tot kaft. Gelooft u dat ook? Buig dan uw knieën. Maak tijd vrij voor hem. Laat hem vervullen met uw vreugde. In welke situatie u ook zit. Waar u ook mee te kampen heeft. God wil u zijn vreugde geven. Mogen dat duidelijk zijn na vanmorgen? Is er hier iemand die misschien nog niet weet waar we het over hadden? Moet ik nog even een herhaling doen? Dit was trouwens nog maar de introductie, hè? Geintje, hoor.
Ik wil vragen aan de gemeente om met mij op te staan. En voor degenen die willen, die mogen ook best op de knieën gaan. Voor waar er ruimte is. En ik geloof namelijk dat er een verlangen is bij een ieder van jullie. Naar werkelijke, echte, substantiële liefde. En weet je, Gods agape liefde is de enige liefde die ons werkelijk vreugde kan geven. Het is Gods geest die ons zijn liefde in ons hart uitstort. Dat staat in Romeinen hoofdstuk 5 vers 5. En de liefde Gods wordt in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus u hoeft hier niet te staan met ja, maar misschien wil God het niet aan mij geven. Nee, het staat hier dat het een geschenk is. Gods geest is als een geschenk aan ons gegeven. Dus God wil u liefde geven. Een vrachtwagen vol. Hij wil u overspoelen. En ik hoop dat u gewoon samen met mij uw hart wil uitstrekken naar Jezus. En hem wil uitnodigen. En hem wil vragen om u te vullen met zijn vreugde. En ik wil u aanmoedigen om het niet alleen maar bij vandaag te laten, maar ook om door de week, elke dag weer, opnieuw hem op te zoeken. Om zijn woord tot u te nemen, om met hem te praten, om uw knieën te buigen. Dank u wel, trouwe hemelse Vader, dat u uw Zoon voor ons aan het kruis gegeven heeft. Dank u wel dat u de prijs betaald heeft, de ultieme prijs. Dank u wel dat u het volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. Dank u wel dat wij het niet meer hoeven te volbrengen, Heer, want wij kunnen het niet van onszelf. Heer, maar dank u wel dat u het wel kan. En dank u wel dat wanneer wij geen vreugde meer hebben, u degene bent die ons vreugde kan geven. En Heer, wij verlangen naar u. Heer, we willen u uitnodigen op dit moment, deze ochtend, om een blijvend werk in ons hart te verrichten in onze harten. Heer, en ik wil u vragen, wilt u met de Heilige Geest deze rijen langs gaan? Wilt u de mensen aanraken, de mensen die het nodig hebben, de mensen die troost nodig hebben? Dank u wel, Heilige Geest, dat u trooster wordt genoemd, omdat u de beste trooster bent. Er is geen mens die aan u kan tippen. Trooster, doe uw werk van morgen. Voor de mensen die door pijn gaan, die door lijden gaan, die door verdriet gaan. Heer, wilt u ze troosten, wilt u ze genezen, wilt u ze kracht geven. En dank u wel, Heer, dat we vanmorgen tegen u mogen zeggen. Heer, wij houden van u. We willen naar u luisteren. We willen uw schaap zijn. Heer, en we willen uw stem horen. Heer, we willen niet meer luisteren naar de leugens van de wereld, van de boze, die ons krachteloos wil maken. Maar we willen naar uw woorden luisteren. Want uw woorden geven ons vreugde en kracht en vrede. Heer, dank u wel dat u van ons houdt. En dat u naar ons luistert. Mijn naam betekent trouwens Samuel. God hoort en God verhoort. Heer, en we willen u vragen. Wilt u ons vreugde geven? Wilt u ons plaatsen op de rots? Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.